Hallo kijkers, door je kijken naar zo'n gloednieuwe aflevering van Minecraft, Hardcore, Survival. Zoals je ziet heb ik nu in deze aflevering shaders aanstaan. En als je de vorige aflevering niet had gezien, dan hebben we een begin gemaakt. We hebben hier een bed. Hier kunnen we naar beneden om te mijnen. En op de vorige aflevering speelden we ook zonder shaders. Dus ik ga misschien ook deze aflevering dan een poll maken. Of jullie liever met shaders willen zien of zonder. Ik denk dat het handig is om ook even een huisje te maken. Maar waar? Laten we hier zo misschien bouwen. Ik ga iets van armor maken. Ik ga beginnen met een broek. Dan heb ik toch wel iets van bescherming aan. Dan voel ik me iets meer veilig. En kijk die lucht toch eens. Ik vind dit er toch wel mooi uitzien. Ik ben, misschien zijn de meesten van jullie al heel erg gewoon om met shader te spelen, maar ik heb al eens eerder met shader gespeeld, maar was heel lang geleden. Als je na lange tijd weer met shader speelt, ziet er alles weer heel erg geweldig uit. En het is ook dat ik niet echt heel veel lijk, dus dat is ook wel mooi. Als ik heel veel lijk had, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Zo, Minecraft geluidje is wat zachter, dus ik hoop dat het niet te hard stond voor jullie. Normaal speel ik altijd Minecraft zonder geluid, maar ik ga met hardcore misschien toch wel met geluid spelen. Dan kan ik creepers ook al horen. En zonder geluid hoor je die natuurlijk niet. Ik heb echt veel meer hout nodig. Het hout gaat wel rapper op dan je denkt. Soms denk je, ha, ik heb nu al genoeg hout om mijn bult te maken. En dan kom je erachter dat je nog twee keer zoveel resources nodig hebt dan je eerst dacht. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat er in de eerste aflevering allemaal gezegd is in de reacties. Want dit is echt een paar uur opgenomen nadat ik de eerste aflevering heb opgenomen. Zo werk ik al een beetje vooruit. Gaat wat makkelijker. Ik breid het hier zo uit. Dus dit hier goed. Ik besef me net zojuist iets. We hebben helemaal weinig eten. Gelukkig hebben we hier nog wat koeien. Dus die kan ik afslachten. Ik heb toch wel ergens een koeienfarm. Ik zat eigenlijk in het begin van deze aflevering te twijfelen. Zou ik gaan mijnen of een huisje maken? En dan een huisje toch wel een goed idee is om nu te doen. Want ik wil, als ik dood ben, wil ik dat er toch wel iets gemaakt is. De vraag is, hoe groot wil ik het hier nog uitbreiden? Hier zoiets is goed zeker. Dan hier pilaar. Hier komen nog wat pilaren. Oeps. Ik weet nog niet zeker of dit huisje in deze eerste aflevering klaar zal zijn. Waarschijnlijk niet, maar we zullen wel zien. Bij roodblokken zou ik een dak maken. Ik kan ook met sprucewood werken. Laat ik daar ook wel van die bomen hakken. Ik zit te denken, als deze bel erop is, zou ik dan een eigen bel maken. Ah, ik had maar geen eieren, als het ware ook. Ik had de meeste eieren gebruikt voor een... Misschien moeten we toch een heel klein beetje gaan mijnen in deze aflevering. Voordat we nog net nog full eieren hebben. En ook nog wat tools met eieren. Maar nog niet echt gaan zoeken naar diamonds. Maar als we dat nu gaan vinden, is het alleen maar goed, mooi meegenomen. Al het kool is, ik dacht al, heb ik helemaal geen kool. Maar het zit al gewoon allemaal in de furnace nog. Eieren. Het is toch wel een beetje wennen om hier met shaders te mijnen. Want ja, ik heb het gevoel dat je meer toortjes nodig hebt om beter te kunnen zien. Gelukkig zijn toortjes best wel goedkoop. En vandaag de dag toen ik het opneem, is er ook in alle winkels
Dus letterlijk alle winkels moet je een mondmasker dragen. En dat vind ik eigenlijk nog wel best wel goed iets. Alleen konden ze het misschien wel wat beter iets vroeger invoeren. Maar ik ga over een paar weken ga ik ook nog op vakantie in België zelf. En ik vraag me af of we dan in dat hotel zelf ook de hele tijd een mondmasker moeten dragen of niet. Of ja, als we denk ik gewoon in op onze eigen kamer zitten, dan kijk ik vanuit van niet. Voor, ik kan wel voorstellen, zodra je uit de kamer bent in het hotel, dat je dan weer wel een mondmasker moet dragen. Maar als ik dan wel, misschien ga ik ook vloggen. Of ja, vloggen. Misschien ga ik gewoon wat beelden filmen en dan ga ik het of door een achtergrondmuziekje bij plakken. Achteraf. Of ga ik nog wat achteraf nog wat dingen inspreken van wat ik eigenlijk gefilmd had. Hoe ga ik dood? Ik ben benieuwd hoe jullie denken dat ik dood ga, want het gaat sowieso gebeuren. Maar hoe? Ik denk in een nether. Toch wel in een nether. Oh! Het kan ook zijn dat we nu al doodgaan door een cave spider of zo. Ja. Wat zit in deze kist? Je ziet dit na de reclame. Nee, grapje. Oh god. Meloenen. Nog eens meloenen. Name tag. Het is toch best wel goede loot eigenlijk. We gaan nog verder. Eerst alles verlichten. Oh, diamonds. Oh jee. Skeletons ook nog. En ze zijn. Ik heb helemaal geen armor of zo. Ik moet eigenlijk weggaan. En dan later terugkeren. Maar toch wel leuk dat ik die diamonds heb gevonden. Ja, het zou toch wel grappig zijn met diamonds gevonden. Dan denk je van ja, ik ben goed bezig. En dan doodgaan ze van, oh ja, alles weer voor niks. Ik had ook geen eten bij. Dus het is maar goed dat ik terug ga. Die meloenen zou ik ook best goed kunnen planten. Wat kan ik maken? Ik had nog geen zwaard, dus een bucket moet ik ook nog hebben. Die is gewoon heel erg spaasbalk inhouden. Goed, die skeleton zitten hier. Kan ik ze ook, kan ze ook nu al raken? En zijn mij niet. Dus dat ik die ook hier helemaal niet moet weghakken. Is dat nog een skeleton? Want waren er twee? Of die is al weg. Oh ja, creeper. Ik heb sowieso veel fakkels nodig als ik dit hier allemaal wil verlichten. Oh nee, 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 nee. Dit komt niet goed. Weet ik zeker. Dat is zo van die cave spider. Ja, ik zeg daar ook nog goud, wil ik eigenlijk ook wel meenemen, maar ja, de cave spiders. Ja, ik ben er toch wel een beetje bang voor. Hoe diamonds zijn. Het zijn er 5. Dat is eigenlijk het perfecte aantal. Ik klaag niet, ik klaag niet. Ah, als ik nog een schaar had, kon ik ook de cobwebs meenemen. Kan ik misschien gebruiken als een bouwwerk. En voor de mensen die nog graag de andere Minecraft-series willen zien, zoals Minecraft, daar ga ik nog steeds verder hoor. Alleen heb ik even zin om gewoon wat andere Minecraft-video's te maken. En dan kan ik misschien ook later in de. Ik ga sowieso nog de Minecraft Kort video's nog maken, alleen misschien dan weer iets minder. Flint, toch wel. Ik bedoel, oh, was ik? Gravel. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden. Gravel toch wel de meest irritante blok is. En creepers, een van die meest irritante mobs. Ooit, idioot.
We hebben net iets meer nodig van eieren. Ik ga toch wagen om hierheen te gaan. Oh, we kwamen hier net zeker. Ik hoor de creeper explosie. Ja, ik ga gewoon. Ik ga het gewoon even afsluiten. Die creeper heeft mij gewoon overtuigd van. Deze plek is. Kan je misschien beter niet zijn. Zonder full armor. Sommige mensen zouden het misschien wel jammer vinden dat ik weinig risico's neem, maar ja, anders is de serie al na 2 afleveringen gedaan en dat is ook niet leuk. Nog een mineshaft. Dit is eigenlijk, mineshafts zijn eigenlijk niet zo heel erg handig in een hardcore, want daar ga je ook best wel vaak dood. Ik dan toch. Tijd om terug te keren naar mijn avontuur. Oh nee, skeleton. Schild. Nee, dit meen je niet. Ik moet de aflevering afsluiten tussen. Of ja, ik moet niks, maar ik wil de aflevering afsluiten, dus bedankt voor het kijken naar de video. Je ziet maar, Minecraft hardcore is best wel gevaarlijk, dus. Ik zie je weer bij een volgende video, dus. Doei doei!